In het Drentse Emmen komen niet elke dag lijsttrekkers langs en dus is de zaal tot een nok gevuld. De PvdA en CDA-achterban ziet de twee voormannen op hoge toon debatteren. Zeker als het gaat om eventuele samenwerking met Pim Fortuyn. Als u nu zegt dan, het CDA zou Fortuyn moeten uitsluiten. En voor een sociale samenleving is alleen de PvdA het antwoord? Nee, dat zeg ik niet. De PvdA is daar hartstikke belangrijk, zeker zolang andere partijen ermee flirten dat ze met Fortuyn eindigen, want dan krijgen we hetzelfde als in Frankrijk. Je wordt wakker en je ziet Le Pen. Je wordt wakker en je ziet Fortuyn. Ja, je kunt afdingen op de standpunten van Fortuyn. Maar als je zegt, je glijdt af naar situaties in Frankrijk als Le Pen en daarom moet je PvdA stemmen, dan moet dat een goedkope verkiezingsregeling. Nee. Dat is goedkope verkiezingsregeling. Mag ik even van u, meneer Melkert, helder hebben of u nu zojuist meneer Le Pen en meneer Fortuyn gelijkgeschakeld hebt? Nee, het zijn andere mensen met andere programma's, maar ze appelleren aan hetzelfde gevoel van mensen. Zo is het. Niet anders. Vergis je niet. Wat u doet is, Fortuyn voert ons naar een soort rechtse samenleving. Jazeker. Nee, en als u nu wat er gebeurt in Rotterdam, dat betekent dat u dat argument niet kunt hanteren. En wat u nu feitelijk doet, u hanteert een spookbeeld om mensen te bewegen PvdA te stemmen. Nee, dat doet u. Ik neem dat boek en die uitspraken volkomen serieus en ik begrijp niet dat u kunt zeggen, de zorgen van Fortuyn zijn ook mijn zorgen. Nee. Dan flirt u dus met Fortuyn. Melkert en Balkenende beschuldigen elkaar verder van het verdraaien van de feiten en het spelen van politieke spelletjes. Kortom, een echt verkiezingsdebat. En dat geldt ook voor het einde. Want ze sluiten niet uit dat ze na de verkiezingen toch gaan samenwerken.